Vandaag speel ik Roblox Puzzle Simulator. En in dit spel moet je letterlijk dingen slaan om sterker te worden. Zo begin je als een noob die geen kracht heeft en amper dingen kan slopen. Naar een god die letterlijk de hele wereld kan vernietigen. En ik ben benieuwd hoe sterk jij bent. Want alleen de sterkste personen ter wereld kunnen op een duimpje omhoog drukken en op de abonneerknop hier beneden. Dus probeer het uit of jij sterk genoeg bent. Oké, Lotte, daar staan we dan letterlijk in Punch Simulator. Wat ik momenteel zie is allemaal bliksem om ons heen. Ja, we zijn dus al een stukje sterk. En op deze gigantische muur staat letterlijk sla hier. En ik ben heel benieuwd wat er gebeurt als ik sla op de muur. Ik kom letterlijk over mijn eigen voeten. Oké, elke keer als we slaan, krijgen we dus letterlijk power. En momenteel hebben we dus 12 power. En des te meer we slaan, des te sterker we dus worden. Oh, heet mij. Wat een heel god, letterlijk. Kijk nou naar het een beetje op lijkt, Lotte. Het lijkt een beetje op Minecraft. Speel ik nou gewoon Minecraft dat ik op zoek ben naar diamonds, letterlijk? Of dat ik gewoon... Wat heb jij allemaal? Dikke vuurbal, letterlijk. Oh, ik begin ook al door te slaan. In Punch Simulator is het namelijk zo, dus te meer je slaat, des te sterker je wordt, Lotte. Ja, zo kan je letterlijk hele werelden vernietigen in één klap. Gewoon in één stoot kan je in één keer gewoon door de hele aarde heen slaan. Wow, ik heb een orb opgepakt. Wat doet dat letterlijk? Ja, allemaal orbs of zoiets, hè? Oké, ik sta weer letterlijk buiten waar ik was begonnen. Ja. Maar hier zit een gat. Kunnen we ook naar een andere wereld toe? Ja, wat is nu, Dennis? Ik ga naar een andere wereld, Lotte. Ja, naar de volgende wereld. Laten we daar heen gaan, want des te meer werelden we naartoe gaan, des te sterker we worden. Maar ik ben benieuwd. Oh, we hebben 120 power nodig en ik heb momenteel 80 power, zoals je linksboven kan zien. Dus we moeten even genoeg power verzamelen door allemaal stenen te slaan. Ik sla gewoon door een berg heen tot nu toe, Lotte. En we zijn letterlijk nog maar net begonnen. Hè? Moet je nagaan wat we straks allemaal kunnen vernietigen, gewoon met een slag. Ja, ik ben zo benieuwd. En mochten jullie nou sowieso meer willen zien van Punch Simulator, doe dan zeker een duimpje omhoog. En we zijn er ook omhoog. We gaan naar een nieuw gebied. We slaan hier door deze muur heen en we gaan door naar een ander gebied. Oké, we hebben hier letterlijk een soort van dolf die we moeten slopen. Dennis, ik ben hier zo! Oké, wow, Lotte, kan je ook stenen slopen? Ja, je kan bijna door de stenen heen slaan. Ik maak volgens mij een klein deukje in de steen. Maar mochten jullie nou meer Punch Simulator willen zien, doe dan zeker een duimpje omhoog. Want bij de 10.000 duimpjes omhoog ga ik meer Punch Simulator doen. En Lotte, het doel is natuurlijk om echt een god te gaan worden hierin. Wat we inderdaad kunnen kopen is sowieso hier een hero shop. Dan kunnen we de Punch Gain Multiplier kopen naar 2. En dat betekent dus dat we 2 keer zo sterk slaan. En dat kost maar 1 god, dus dat is het zeker wel waard. En we kunnen ook keer 5 kopen. Wow. En dat kost 50 Robux. Weet je wat, ik ga het gewoon een paar keer kopen. Zelfs keer 10. Oké, het wordt nog steeds duurder, maar ik ben nu al een gemiddeld mens die dus best wel hard kan slaan eigenlijk. Dennis, kijk maar wat ik kan slaan al. Je moet al die harps oppakken. Wow, Lotte, ik heb keer 100 elke keer als ik iets sloop. Keer 100? En van de orbs krijg je gewoon 250. Oh, je pakt alle orbs van mijn neus weg, Lotte. Oh, sorry. En ik ben weer een rank omhoog. Bij hoeveel kunnen we eigenlijk naar de nieuwe wereld? Want ik sla nu best wel hard. Oh, ik kan nu naar de nieuwe wereld. Oké, waar is de eerste nieuwe wereld? Wat is dit allemaal? Letterlijk kunnen we ook bomen slopen en dat soort dingen. We krijgen 300 power per keer dat we slaan. Maar we moeten dus de muren slaan. En ik heb best wel een groot gat in. En daardoor krijg je dus allemaal orbs. En die orbs die geef je dus eigenlijk meer power in één keer. Maar inderdaad, kijk, Dennis. Ik sla gewoon een hele berg in één keer. Wow, je rijdt super snel al. En er staat er al boven mijn naam dat ik een strong human ben. Ja, ik ben ook een strong human, Dennis. Een hele sterke persoon. We worden steeds sterker en sterker. En ik heb nu al oranje bliksem, letterlijk. En ik ben eigenlijk een superheld tot nu toe. Dit gaat echt mega snel. Ik ben zo benieuwd waar we kunnen komen. Oké, we hebben allemaal die orbs. Die moeten we zeker oppakken. Want die orbs geven dus heel veel power. Oh, ik ben gewoon weer terug. Ik ben nou weer. Ja, ik ben ook terug. Wat is dit nou? We kunnen gewoon letterlijk ons eigen huis bouwen in een grot als we willen, Lotte. Net ja, inderdaad, Dennis. Want we graven gewoon de hele grot uit. Het ziet er zo raar uit. Ik heb bijna 60.000 power. We worden echt al super sterk in een hele korte tijd. Maar laten we de multiplier nog een keer gaan kopen voor 200 robux. Kunnen we nu al naar de volgende, Lotte? Ja, je moet gewoon alsmaar echt doorgaan, Dennis. Dan kom je bij de volgende wereld uit. Laten we dan naar de volgende wereld gaan. Wat voor wereld is het eigenlijk, Lotte? Is het een mooie wereld? Het is allemaal steen, Dennis. Dus ja, mooie wil ik het ook niet noemen. Ik ben echt benieuwd of we uiteindelijk ook
doorheen kunnen slaan. Want dat zou wel heel erg vet zijn. Gewoon in één slag. Oké, ik ben er. Oké, dit wordt een stuk lastiger, Dennis. Het wordt steeds moeilijker en moeilijker. Maar je krijgt ook steeds meer power en power. Oké, kijk eens aan. Ik sla letterlijk door een hele berg heen alsof het niks is. En ik heb een goed puur omheen, Lotte. Gewoon... Ja, wow. Regenerating terrain betekent dat je niet snel genoeg bent om naar een andere wereld te gaan. Ja, Lot, ik heb echt al 300.000 power bijna. Oké. Ik heb alle orbs op en ik heb nu 320.000. En ik ben alweer bij de volgende wereld. Wow, ik moet nog één cup gaan alleen. Dit lijkt wel alsof we mijn woestijn zijn. Ik ga gewoon door. Oké, ik zie nu wel dat het steeds moeilijker wordt, inderdaad. Go, go, go. Ik krijg wel meer power per slag, maar ik breek veel minder. Maar dit is tot nu toe alsnog een makkie voor me, want ik kom er nog best zo goed doorheen. Maar ik denk dat des te verder we komen, des te moeilijker het wordt. Want ik heb het er al best wel lastig mee. Oké, daar gaan we. Oh, we hebben niet genoeg power om er doorheen te komen. Nu wel. Niet genoeg? Je had 1,5 miljoen nodig en dat heb ik nu. 1,5 miljoen? Is het letterlijk vast in de berg, Lotte? In de berg? Echt? Oh, dat is echt heel erg moeilijk, maar ik heb echt een cape gekregen. Wow, mijn outfit is cool. Ik lijk al op een god letterlijk en ik ben pas net begonnen. Wow, Lotte, ik denk dat we echt heel erg sterk kunnen worden. En ik heb sowieso ook zin om een tweede deel van deze video te maken. Dus als de kijkers dat willen, doe zeker een duimpje omhoog. Want bij de 10.000 duimpjes omhoog ga ik dit nog een keer doen. En ik denk namelijk dat we niet ver genoeg kunnen komen in één video, Lotte. Ik heb 20 miljoen power en ik ben al blauw. Ik heb een blauwe cape. Wow. 20 miljoen. En ik kan alweer naar een nieuwe wereld. Ik ben nu bij een sneeuwgebied. Ga ik letterlijk door sneeuwbergen heen kunnen slaan? Zo snel, wat is dit? Oké, nu lijkt het alsof ik een pakje... Ja, letterlijk een... een deuk in een pakje boter sla, letterlijk, Lotte. Het gaat niet heel erg snel nu. Deuk in een pakje boter? Maar ik krijg wel 6 miljoen power per keer dat ik sla. Oké, het gaat nog wel redelijk goed. Maar oké, we hebben 100 miljoen power. Dit is best wel vet. Zullen er nog één multiplier erbij komen? Namelijk keer 50. Multiplayer ga ik zeker kopen voor 300 Robux. En nu krijgen we alles 15 miljoen gewoon. Wow. 15 miljoen? Dat meen je niet. Je gaat zo snel. Hoeveel power heb jij nu, Lotte? 400.000 nog maar. Ik heb een rode cape. Ik heb nu al bijna 400... Ja, ik heb 400 miljoen nou, power. Dat is zo snel, Dennis. Wat? Wow, ik heb ook allemaal vuur om me heen. En ik kom alweer naar een ander gebied. Met allemaal nieuwe stenen met diamonds en dat soort dingen. Oké, hier kom ik echt bijna niet doorheen, letterlijk. Dit gaat al wel een stukje moeilijker. Ik heb 5 miljoen nodig. Dat is zo veel. De gaten die ik letterlijk sla in de muren, die, die worden steeds kleiner en kleiner. Maar momenteel heb ik al een rode cape en ik heb al 3 biljoen heb ik nu zelfs. 3 biljoen? Dat is zoveel! Dat is echt heel veel. En per orb dat ik pak een kleine, krijg ik 400 miljoen power erbij. 400 miljoen? Oh, ik heb het niet gered, helaas. Nu moet ik nog een keer. Wow, ik kan letterlijk zometeen gewoon naar huis heen slaan. Ik sla nu door stenen muren heen. En dan krijg ik 2 miljoen power per keer. Lotte, ik heb letterlijk een gele / gouden cape. Dit ziet er zo vet uit. Dat meen je niet. Hoe dan? Ik weet niet hoe dit kan, maar dat is heel erg vet. Maar je hebt ook allemaal pets die je kan krijgen. Ik weet alleen niet wat die doen, Lotte. Weet jij dat? Ik heb geen idee, Dennis. Maar we zijn nu al een soort van lerende superheld staat daar. Ja. Nou, lerende superheld. Ik wil niet weten wat het is om aan het einde te komen. Dit is echt zo vet. Kijk, ik heb 71 biljoen nodig om naar de volgende wereld te komen. Oké, 71 biljoen. Dat gaan we makkelijk halen. Kijk eens aan. Al die orbs moeten we gewoon pakken. Ja, ik ben rank up. En ik ben weer rank omhoog. Ik ben nu een trained class hero. Dat betekent dat ik echt best wel ver getraind ben, Lotte. Ah, ik heb nog een cape, Dennis. En ik kan door ijsberg heen slaan. Ik heb een regenboog cape, letterlijk. Oh, dit is zo regenboog? Vet. Dit is echt heel erg vet, Lotte. Dat is wel heel gaaf, Dennis. Oké, dan gaan we. Dan gaan we gewoon door een sneeuwberg sla ik heen. Dit is zo gaaf. Dit wordt heel lastig. Wow. Oh, er komen ook allemaal regenboogeffecten van mij af, Lotte. Regenboogeffecten? Ik heb letterlijk 600 biljoen power. We gaan gewoon richting de triljoen. Nee, ik heb nu pas 3 miljoen, Dennis. Oké, daar gaan we. We slaan nog hard. Ik denk dat ik letterlijk het hardste sla van heel de wereld gewoon. Ja, dat denk ik ook, Dennis. Holy moly. Maar je kan nog veel sterker worden, hè, dan dit. Je kan echt veel sterker worden. Ik wil die orb hebben. We zijn er bijna. Oké, ik heb hem. Oh, 2 triljoen heb ik letterlijk nu. Nu zijn de bergen echt geen probleem meer. De bergen zijn niet echt een makkie. Ja, gaat niet normaal snel, Dennis. Dat is bizar wat je nu doet. Zal ik wel eens zometeen een keertje kijken of ik ook terug kan komen, Lotte? Hoe snel ik dan alles sla wanneer ik terug ga? Ja, dat kan, Dennis. Ik heb namelijk 5 triljoen power en 66 miljoen.
vallen hun oors bijna, zoals je bovenin kan zien. Holy moly! Ja, dit is echt heel erg vet. Ik krijg zoveel power door de orbs ook voornamelijk, maar ook... Ja, die orbs zijn zo goed inderdaad. Dus even kijken. Miljoen nodig? Wat is er? Ik ben een prestige rank up. Ik weet niet wat er gebeurt letterlijk. Ik val de hele tijd van de wereld af. Oké, ik denk dat ik moet respawnen, Lotte. Ik moet even respawnen. Ik viel letterlijk onder de wereld. Oh nee, ik val de hele tijd onder de wereld. Ik denk dat dat moet, hè? Wow, Lotte, kijk mijn bakje letterlijk. Ik geef helemaal vuur, bliksem. Wat is het ook allemaal? Dat is kijk, als ik rem krijg ik helemaal zijn spoor achter me aan. Oké, maar laten we kijken wat er gebeurt als ik sla. Wow! Holy moly! Lotte, kijk dan, ik schiet gewoon bliksem en dat soort dingen. Het gaat zo snel. Wow, die orfje, Dennis. Dit is echt een makkie, gewoon, Lotte. Maar dit is letterlijk nog niet eens het sterkste wat je kan worden. Nee! Ik nog een video doe in Punch Simulator. Laten we dan gaan voor de 10.000 duimpjes omhoog. En dan zie ik jullie bij de volgende video. Doei!